Ik sta hier bij Bert Nijkamp en we staan hier bij het Nijreris Bos. Daarnaast staat Elma Bartels. Jullie gaan samen met een hele werkgroep zijn jullie bezig om de paddentrek een handje te helpen. Klopt dat? Ja, helemaal correct. Niet nu, want er is veel te koud voor. Maar op het moment dat zich de weersituatie verbetert, dat we zeggen temperatuur omhoog, genoeg luchtvochtigheid, ja, dan gaan onze handjes wapperen. En dat doen we met een aantal vrijwilligers, 's avonds. Want het gebeurt nadat de schemering is ingetreden. Tot een uur of 10 's avonds. En emmertjes en handschoentjes voor degene die paddenvrees heeft. En dan wordt er gevangen. Ja, want de hele paddentrek dat is eigenlijk gekomen een beetje door de doorbraak. Dat klopt of niet? Ja, toen die aangelegd werd, waren de omstandigheden voor padden, met name voor de paring en de vermeerdering hebben ze poeltjes nodig. En die waren gunstig. En ja, kennelijk hadden ze dat ineens door dat het daar te doen was. En toen kwam het massaal op gang. Eigenlijk binnen een jaar. Trek is wel een beetje veranderd qua plek waar ze oversteken. Kan u daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Dat wil zeggen, daarom staan we hier ook eigenlijk op deze plek. De faunatunnel die vrij in het begin van de activiteiten is ingericht. Mede dankzij de hulp van de gemeente Almelo. Want op dat moment was hier de meeste activiteit. En die activiteit die heeft zich in de loop van de jaren wat verplaatst richting doorbraak. Voor de mensen die hier wegkomen richting Maatveld. Daar concentreert zich dat op dit moment. Maar al met al toch een route van minstens 1500 meter die we met een aantal mensen bij moeten houden. Ja, jullie doen dat altijd 's avonds, hè? Want de padden willen graag dat het donker is en ze hebben een bepaalde temperatuur nodig, ergens tussen de 4 en de 8 graden. En liefst ook nog wat motregen of in ieder geval wat vocht en dan gaan ze op pad. En is het moeilijk om die padden te vangen en ja, hoe vervoeren jullie ze dan? Hoe doen we dat? We hebben een emmer, daar kunnen ze in, meerdere tegelijk. En die emmer wordt op een gegeven moment geleegd en dat doen we over het algemeen vlakbij de doorbraak. Dus ze worden dan wel verplaatst. En denken jullie dat dit ook de komende jaren nog door moet gaan? Ja, zolang de padden nog trekken en zolang wij zien dat ze toch nog in grote getalen hier op pad gaan en over de weg lopen, blijven wij het ook doen. Ja, mits we natuurlijk voldoende vrijwilligers enthousiast kunnen maken om ons te helpen. Want daar hebben we elk jaar wel weer behoefte aan. Dankjewel.